Ze zijn allemaal cyclamen, maar die zijn nog uitgebloeid. Hier staan nog een paar aan bloei. Ze zijn voor in de tuin, hè. Even kijken. Kijk. Dit zijn cyclamen, bloemen. Dit zijn ook allemaal cyclamen. Dus die heeft hier helemaal volgestaan. Het zijn winterharde cyclamen. En die bloeien in de herfst. Tot nog toe. Hedrifolium heette die. Cyclamen, Hedrifolium. En nu komen andere cyclamen op. En de cyclamen koum. Als het nou dadelijk vriest in december, januari, dan komen die in bloei. Die bloeien in de sneeuw. En dit zijn gecultiveerde. Die kunnen ze kopen bij Kees Verlijssen of Avri. Dus zijn cultivars. Dus die heb ik gewoon, staan gewoon in een pot, hoor. Die heb ik in die bak gegraven. Als die bevriezen, die vriezen kapot. Maar die zijn allemaal winterhard. Dit is ook een vogel. Dit is mos, heb ik eruit in een bak gehaald. Spachtel. Die heb ik ook van Koos van de Gevel gekregen. Ja, die is een kiepkooi staan. Dan heb ik... Ja, die zijn, vind ik gewoon leuk hier. En dan heb ik de kabouterke heb ik nog vastgezet, geklemd, want anders mietert hij eigenlijk eruit. Zit dus te lezen. De buitenlandse mestkever. Ja, toch? Hier lopen bonkers op. Ja, merels, hè? Ja. Hier komen de vogels op af, hè? Kun je die paarden zien? Die bloeit nou al. Maar die bloeit tot half het voorjaar. Komt iedere keer weer bij. En ik vind dat ik hem nou wel heel erg koud afgeknipt. Fuchsia is dat. Fuchsia. Fuchsia. Kersen. Prunus. Ja. Die bloeien in het voorjaar. Eigenlijk. Alleen in deze niet. Die bloeit te snel. Kijk, hier begint, die komen nou open.